Die vind ik ook wel een interessante vraag. In mijn familie zijn er 2 mensen aan darmkanker overleden. In mijn gezin. Hoe kan het dat hele families kanker krijgen en andere families totaal niet? Mijn broer en mijn moeder zijn eraan overleden, maar we worden nu allemaal om de 5 jaar onderzocht. Ja. Dus dat betekent... In hun geval betekent het onderzoek waarschijnlijk naar dikke darmkanker. Ja, ja. En er is waarschijnlijk geconstateerd dat de familie een bepaald gen heeft... Wat je gevoeliger maakt om polypen te vormen in je darm. Familiaire polyposis heet het ook wel, met een moeilijk woord. Als dat zo is, dan is het inderdaad heel belangrijk om je onder zoveel tijd te laten controleren of je dat hebt. En heb je polypen, dan kunnen ze worden weggebrand en daarmee worden voorkomen dat jij ook dikke darmkanker krijgt. Okay.